ben Anna van Terug naar Eden. In deze video ga ik verschillende dingen laten zien. Ik ben hier bij mijn voorraad wortels en rode bietjes. Dat is de oogst van het vorige seizoen. Die bewaar ik op een beetje vochtig zand of een mengsel van zand en zaagsel. Kijk, en zo haal ik de wortels weer tevoorschijn. Soms kan er wel eens eentje tussen zitten die niet helemaal mooi gebleven is. Maar zoals jullie kunnen zien mankeert hier niks aan. Dus hier haal ik elke week een voorraadje uit. Die kan dan weer in de voorraadkast in ons huis. En dan kun je dat gewoon weer voor de maaltijden gebruiken. Dat begint al wel zover te komen dat ze willen groeien, kijk. Dus het is niet eeuwig dat je het natuurlijk zo kan bewaren. Maar goed, het is toch al de hele winter door. Dat je ze dan toch zo kunt laten overwinteren. Het scheelt ook weer in de pressure canner. Extra werk, want deze groenten die kun je dus mooi op deze manier bewaren. Zo, in een mooie dikke. Nou, dat is wel een mooi maaltje voor de week, denk ik. Ik geloof dat deze emmer nu ook leeg is met wortels. Nou, dat zaagsel, dat blijft gewoon hier staan. Dan kan ik voor een volgend seizoen kan ik dat gewoon weer gebruiken. Die emmer gaat aan de kant. Nou, ik heb het goed ingepakt in jute zakken. Ik heb een hele berg jute zakken gekregen van een buurman. Die vroeg of ik daar nog wat mee kon. Nou ja, eigenlijk kan ik er altijd wel wat mee. Die dingen komen altijd wel weer van pas. Kijk, jute is ook een mooi materiaal als je gras wil afdekken, om er een moestuin op te beginnen. Gaandeweg verteert dat jute ook net als karton. Leg je jute op je gazon, je dekt het af met een dikke laag compost of houtsnippers of net wat je wilt. Dan hoef je niet te spitten en te vrezen. En dan kun je op die manier een stuk grond klaarmaken om een moestuin van te maken. Ik moet even kijken, want ik heb meerdere van zulke soort emmers. Rode bietjes kun je ook op deze manier bewaren. Nee, ik had niet zoveel rode bietjes. Dit zijn ook allemaal nog wortels. Er komt ook allemaal al het groen naar boven. Ik pak er hier ook nog een paar uit. Dan eten we komende week maar wat meer worteltjes. Ze zijn allemaal nog mooi gebleven, ondanks dat we toch wel 2-3 nachten min 7 of zo gehad hebben. Daarom heb ik ze ook in de jute ingepakt zitten. Nou, mooi maaltje. Dit pak ik weer terug in, dus we moeten aankomende tijd even wat meer door gaan eten. Of even wat meer uitdelen aan de mensen die hier meehelpen. Wat ik nog meer wil gaan doen is even in de broeikas kijken, want die ga ik inrichten voor het aankomende seizoen. Dus ik breng deze wortels even naar binnen en dan ga ik in de broeikas verder. Wij hebben dit broeikasje neergezet omdat onze vorige kas, die bestond uit wat sterke plastic, door een vos kapot gemaakt is. En onze eendjes die slapen in de zomerperiode in de nacht hierin en die heeft toen onze eenden doodgebeten. Dus we hebben toen geïnvesteerd in een sterke kastje. En nu wil ik ook voorkomen dat mollen, maar ook vossen, onder de kas door gaan graven. En dan hier de grond ondersteboven woelen. En dat de vos natuurlijk niet van buiten naar binnen met een tunneltje in de binnenkant van de kas kan komen om de eendjes op te eten.
Leg hier stro op de bodem. Dat ga ik ook even laten zien. Hier onder de tafel, daar ligt al een deel gaas ingegraven. Want dat is wat ik hier ga doen. Dus ik ga eerst de strolaag die bovenop ligt, waar ik nog meer gazen onder moet gaan graven. Die ga ik even aan de kant harken. Harik ik even allemaal onder de tafel. Nou, dat groen wat je hier ziet, dat is allemaal korrels, graankorrels uit het stro. Of gekindjes. Dat is eigenlijk heel mooi powerfood, het groene spul. Nu ga ik even de laag opzoeken waar het gaas geëindigd is, wat ik er al neergelegd heb. Nou, hier komt het al tevoorschijn. Eventjes een klein beetje krap hier, want ik heb de kruiwagen nou hier in het deurtje gezet. Dan kan ik de grond even eerst kwijt. Ik ga niet in de bodem kweken, dus het maakt er nog niet zoveel uit dat ik hier de grond omwoeg. Want als ik hier bodem gaan kweken, dan gaan de eentjes die gaan ook hier lopen. En die gaan dan lekker groeten in de beplanting. Nou, zo ga ik nog even verder. Graaf een laagje af. Doe ik dat gaas eronder en doe ik de grond weer terug. Het stuk gaas wat ik er nu in heb leggen, heb ik dubbel gedaan. Dat is al gerecycled gaas, zeg maar. Hier langs de randen. Daar had ik ook nog stenen gedaan. Zo. Nu de grond er weer over doen.
Dat valt soms niet mee om het allemaal een beetje erop te krijgen. Want deze nieuwere camera, die moet eigenlijk altijd een stukje verder weg staan van waar ik mee bezig ben als mijn vorige camera. En je hebt hier natuurlijk maar een beperkte ruimte in het kastje. Maar ik heb nu het tweede stuk gaas erin gelegd. En het restant grond uit de kruiwagen weer eroverheen gooien. Dat zou ik zo even laten zien als ik dit af heb. Ik heb nu alle grond aangevuld. Kijk, stro erover. Nu kan ik het kastje overnieuw gaan inrichten. Dan zal ik het straks even laten zien. Mijn man die heeft rekken voor mij gemaakt. Kijk, dan heb ik op elke plantentafel zeg maar een plank extra. Dat heeft hij voor elke plantentafel gedaan. Hier hou ik nog lekker wat ruimte om te werken. Kijk, en op deze plantentafel ook nog een extra rek. Dus ik kan dan op de tafels dubbel zoveel kwijt als voorheen. Of eens zoveel kwijt als voorheen, moet ik zeggen. En dan hoef ik ook helemaal niets op de bodem te zetten. Dus dit blijft dan voor de eendjes beschikbaar. Die kunnen dan hier lekker rommelen. Ze komen er nu nog niet in. Doe het nog even een aantal weken. Dus er staan nu ook nog wat dingen op de grond. Die ik straks dan ook van de grond af ga halen. Omdat ze er anders in gaan vroeten. Hier heb ik nog een bak met stekken van aardbeien. Kijk ik of ik iemand nog blij mee kan maken. Hier staat mijn potgrond. Hier staan nog twee planten. Dit is avocado en dit was mijn experiment van de paprika planten die ik verleden seizoen overgehouden heb. Dus ik ben benieuwd of dat die hier uit willen gaan lopen. Ik heb ze in de tuinschuurtje vosvrij bewaard en sinds een aantal weken heb ik ze hier naartoe verplaatst. En dan maar zien of dat gaat werken. Nou, hier staan mijn bessen stekjes en mijn andere stekjes. Kijk, asperge komt ook alweer boven. Ja, we zitten in de eerste week van maart. Kijk, dit is allemaal nieuw groen. Het oude kan er dus nu eigenlijk af. Omdat ik nou toch wel kan zien, ook aan de plant, dat het een asperge is. Nog wat stekjes venkel. Smeerwortel komt alweer boven de grond uit. Kijk, mijn aalbessen stekjes. Er komen allemaal groene blaadjes aan. Hier ook allemaal. Die zijn van verleden jaar. Met snoeien. Kijk, hier zijn ook al blaadjes. Deze nog niet. Even afwachten tot hij het nog gaat doen. Dat is ook een andere soort. Dus die kan ook wat later zijn. Dus dat is wel leuk om te zien. Nou, ik zou ook nog even een rondje door de tuin heen lopen. Om te laten zien hoe het er nu uitziet. Kijk eens, zo leuk. Die eerste kleine narcissjes. En de krokussen, die komen ook al. Even langzaam draaien. Is dat te zien hier, de eerste? Dus het is leuk om te zien dat de tulpenbollen ook allemaal weer boven de grondtuin gaan komen. Kijk, hier in de bak, er zijn wat tulpen blijven zitten. Nou, ik vind het eigenlijk niet erg. Laat maar lekker gaan. De bieslook is ook een vroeg gewas. Komt ook al bovengronds. Hier nog meer tulpenbollen. Straks staat het hele hekje voor de kas hier weer vol met allerlei kleurtjes. Ik heb de tuin voorzien van nieuwe snippers. En hier in dit gedeelte de zweel weer netjes uitgegraven. Want als de eendjes hier lopen, dan vroeten ze ook wel een beetje rechts en links. En dan rommelen ze ook een beetje in die zweel.
Dus die moet ik af en toe ook weer eventjes een beetje uitmesten, wou ik zeggen, een beetje uitgraven. Maar je ziet hier ook, hè, dat er best al wat groen staat. Dat is die, voornamelijk die osseton die als eerste hier boven de grond komen. Ook allemaal kleine kiemplantjes. Dus ik ben weer benieuwd wat we hier allemaal zullen aantreffen. Ook hier de eerste groene punten van de smeerwortel komen bovengronds. Dus dan wordt het binnenkort ook tijd dat ik alle uitgebloeide planting ga choppen en droppen. Ook hier buiten krijgen de aalbessenstruiken al hun eerste blaadjes. Hier is mijn aspergeplant. Dat is ook een van de eerste. Hier mijn bakken mooi met de veldsla. Gaat lekker hard nu. En ook ernaast, dat groen is ook allemaal veldsla. Heeft zichzelf uitgezaaid. De asperge is ook een van de eerste die straks bovengronds gaat komen. Dus ik ga eerder als dit ook allemaal klein maken en dan heb ik hier een beter zicht op. En dat is altijd mooi, want na de winter heb je natuurlijk ook behoefte weer aan verse vitamine en mineralen. En de asperges ja, die zijn heel vroeg in het seizoen eigenlijk het eerste zo'n beetje. En die zitten daar ook bordevol mee. Ik heb de tuin weer netjes gemaakt, zeg maar. Want op een gegeven moment gaan de snippers ook een beetje verteren. En dan zie je bijna het verschil niet meer tussen je teeltbedden en je paden. Dus hier alle paden weer voorzien van nieuwe snippers. Het restje mulch wat er nog op lag van de resten van de mais en de courgetten en de pompoenen die hier stonden. Dat was voor het grootste gedeelte allemaal al verteerd. De laatste resten heb ik hier nog van afgeharkt, zodat ik de compost van de teeltbedden zeg maar, weer eventjes goed in het zicht heb. Hier staat nog prei, daar heb ik de resten van de mulg tussenin gedaan. Want hier ga ik in eerste instantie nog even niets aan doen en die kunnen wel de mulg nog gebruiken. Nou, je ziet dat die prei nu ook weer begint te groeien, die heb in de winter wat stilgestaan. En nu gaat hij weer verder. Ja, dat is deze maand nog. En dan wordt het alweer snel te warm. En dan heb je kans dat hij in het zaad gaat schieten. Omdat hij verleden jaar al gezaaid is. Dus dit worden allemaal geen dikke preien. Maar dat geeft niet. Als je een bos dunne preitjes hebt, kan je ook lekker door de soep heen doen. Ik heb hier de maten van de borders hetzelfde gehouden. Als hoe ik verleden jaar hier geëindigd ben. En dat heb ik hier ook gedaan. Hier stonden verleden jaar mijn koolplanten en mijn koolrabi in dit vak. En dat schuift dus dit seizoen een vak verder. Dat komt dan allemaal hier te staan. En ik had nog een aantal van die groene koolplantjes gekocht. Nou, die worden al door slakjes aangevreten. Maar goed, het was toch nog even een testje om te kijken of dat die nog wat gingen doen. Ze krijgen wel mooie kopjes. Dus die had ik alvast hier neergezet. Want dit is natuurlijk voor dit seizoen weer het vak waar straks alle kool komt te staan. Hier heb ik de borders ook hetzelfde gehouden als verleden jaar. Ze zijn hier wat smaller. Daar kun je beter van zowel links als rechts van twee kanten bij de border. Tot aan het midden. En je kunt er ook makkelijk wijdbeens overheen staan als je gaat planten. En dat is met deze iets minder gemakkelijker omdat deze ongeveer een meter breed zijn. Ik wilde daar ook niet te veel in wijzigen omdat je al 4 jaar lang over de paden hebt gelopen. En als je het dan gaat verschuiven, dan ga je je teelbed op je pad maken. En die bodem is wat ja, meer vastgelopen. Omdat je het natuurlijk steeds over gelopen hebt. En dan valt het op zich, als je het altijd bedekt houdt, houdt ze ook nog wel weer wat mee. Want ondanks dat blijft toch ook onder de paden toch nog de bodem luchtiger als dat je zonder houtsnippers werkt. En hier heb ik de vakken wel wat beter verdeeld, dat ik ongeveer op 75 centimeter zit qua bordes en ongeveer 40 centimeter voor de paden.
Dat is een beetje het principe van de garden, market garden moet ik zeggen. Dat heb ik hier dus ook een beetje nagebootst. Hier staat ook nog steeds de boerenkool van verleden seizoen. Dit is het hubelbed, heb ik ook weer voorzien van een nieuwe snippelaag rondom. En dit is de knoflook. Die is ook al een flink stuk omhoog geschoten. Dat is het eerste gewas wat te oogsten is. Zo'n beetje, samen met asperge denk ik. Die heb ik verleden jaar herfst gezet hier. Het vak wat ik je net heb laten zien, er stonden de aardappelen verleden jaar en nu gaan de aardappelen naar dit vak toe. Nou, ik werk een beetje met ronde lijnen, dus deze borden die loopt een beetje op een punt uit, zeg maar. En hier heb je het pad dat loopt een beetje rond, dus dat heb ik dan een beetje aan de vorm aangepast. Dat is hier ook zo, het pad loopt hier ook een beetje zo rond, zeg maar. Maar verder heb ik wel geprobeerd om de teelbedden ook hier 75 breed te houden. Hier ligt nog wel de mulch op en wat uit de kippenhokken en uit de konijnenhokken komt, dat ligt hier allemaal nog op. Heb ik ook even zo gelaten. Want ja, met de aardappelen hoef je natuurlijk niet de grond helemaal kaal te maken om te zaaien of te poten. Dat is een grote knol in verhouding tot bijvoorbeeld kleine zaadjes van ui en wortel. Dus het is hier en daar een plekje vrijmaken en dan die aardappel erin stoppen en dan kan die mulch er weer overheen. Kom hier nog een stukje mulch tekort. Dus dan moet ik weer een keertje gaan uitmesten. Of als ik ander materiaal vind, eerder iemand al gaat maaien van het gras. Zodra er geen zaad in zit, kan ik dat weer gebruiken. En deze laatste stukjes, die lopen zeg maar zo. Omdat ik qua breedte hier ook niet helemaal uitkwam. En hier staan ook vaste planten in. Hier staat wat kruiden in. En de rabarberplant staat hierin. En die wil ik ook niet gaan verplaatsen. Zo ziet het er op dit moment uit. Dan kom ik hier nog even voorbij snijbiet. Ik heb dat afgelopen seizoen allemaal afgesneden. Met het idee van dan kan het ondergronds afsterven. Maar er zijn er een aantal die hebben de winter overleefd. En dan kan je dus nu die verse blaadjes nog van oogsten. Totdat die in zaad gaat schieten en dan worden die bladeren ook bitter. Een aantal pastinaken die de winter hebben overleefd, die opnieuw gaan groeien. Dat laat ik gaan, dat gaat dan zaad maken en dat zaad dat verzamel ik dan weer. Dus toch nog best wel wat dingen die de winter overleefd hebben. En die je dus gaan doen. Nou, de kippen lopen nog steeds hier in een deel van de bostuin. Dat duurt ook niet lang meer. Omdat we zo'n ontzettend nat seizoen gehad hebben, staat er ook nog vrij lang water in de sloot. Want dat is de plek waar ze in de zomer naartoe gaan. Daar loopt de sloot. Dan ga ik deze netten allemaal weghalen. En dan gaan de kippen weer in de sloot lopen. Het is hier weer tijd om de diertjes te gaan voeren. Kijk, de kippen die staan hier al te dringen voor het hek. En dan gaat morgen de video weer even verder over wat ik ga voorzaaien. Nou, het is inmiddels maart geworden. En als het maart geworden is, dan begint voor de tuin interessant te worden. Want dan kun je best wel veel dingen gaan zaaien. Sommige dingen kunnen ook, als de weersomstandigheden mooi zijn, direct in de volle grond buiten. Zoals erwten en kapucijnes. En je kunt er ook voor kiezen om dingen in een kastje te zaaien. Dan kan er nog meer gezaaid worden. Ik zaai sowieso best wel veel dingetjes voor, omdat de eendjes ook in de tuin gaan lopen. En dan kan ik beter plantjes in de tuin hebben als zaadjes. Dus, en ja, de erwten zijn ook natuurlijk wel van die mooie zaadjes om gevonden te worden door diertjes. Ook door muizen en zo. En in de kas heb ik er dan even wat meer overzicht op. Dus ik ga nou kapucijnen zaaien en dorpetjes. Voor je losse grond aangeschaft, biologisch. Omdat ik verleden seizoen ook al zaden had die niet zo lekker wilde kiemen. Ik denk dan investeer ik ook in
die goede grond. Kijken of dat nog wat uitmaakt. Ik heb binnen ook al de tomaten gezaaid. En dan zijn de eerste plantjes al bovengronds. Dus dat is dan wel weer hoopvol. Omdat mijn tuinbonen zo helemaal niet gekiemd zijn eigenlijk. Dan ga je toch denken, wat is er met de rest van de zaden? Komt dat dan wel goed? Nou, dat kan ik straks nog binnen even laten zien. Het regent buiten een beetje. En dat vind ik altijd zo leuk van een kastje. Je hebt natuurlijk toch zicht op je tuin rondom. En dan is het nog heel vroeg in het seizoen. En het regent een beetje, maar dan kun je toch wel een soort van buiten bezig zijn. Met dingen die tuin gerelateerd zijn. Je staat lekker droog. Het is natuurlijk warmer in het kastje als buiten. Want ik heb het toch al niet snel koud. Dus voor mij is het al snel een mooi temperatuurtje om lekker bezig te zijn. Aanstaand weekend hebben ze ook wat meer zon opgegeven. Dus dan wordt het nog wat warmer in het kastje. De planten hebben natuurlijk een ideale kiemtemperatuur. Kan ik zo binnen nog wel even mijn lijstje erbij pakken. Om even te kijken wat dat precies voor kapucijnen en etjes is. Dus als het dan nog ietsjes warmer wordt in het kastje, dan gaat de kiem alleen nog maar sneller. Leg ze er eerst altijd bovenop. Ik doe er twee in elk vakje, zo ver mogelijk uit elkaar. In de tuin staan ze ongeveer op een centimeter of 5 afstand. Dus als ik ze hier precies in de hoekjes druk, dan klopt dat wel ongeveer. Ik duw ze er pas later onder, want dan kan ik goed zien waar ik gebleven ben. Nou, het is weer van belang dat ik de erwten en de kapucijnen ver genoeg uit elkaar ga planten in de tuin. Omdat het elkaar kan kruisbestuiven. Dat heb ik in het vorige seizoen ook gehad. En dit zijn de blauwschokkers kapucijnen. Die krijgen van die hele mooie donkerpaarse peulen. En als ze dan met erwten kruisen, dan krijg je half paars en half groen. En dat is dus niet zo leuk. Op zich niet heel erg, maar ja. Ik vind die paarse bloempjes die eraan komen zo mooi. En ik vind die paarse peulen vind ik ook leuk. Ik heb de kapucijnen allemaal gezaaid. Ik heb de helft van mijn zaden gezaaid. En de andere helft die hou ik nog even achter. Die zaai ik op een ander moment. Dan heb ik ook niet de oogst allemaal gelijktijdig. Dan moet ik zo eerst hier weer de dieren gaan doen. En dan op een later moment ga ik de dorpet ook nog zaaien. Zo. Nou, mijn man heeft natuurlijk van die mooie rekken gemaakt, dus ze kunnen mooi in de rekken. Kijk, hier staan ze mooi. Ik heb een stokje erbij. Die dingen die hergebruik ik altijd. Het zijn van die houten stokjes. Die heb ik een keer bij de Action gekocht. Ik heb hier nog een hele bak met houten stokjes. Dus als de tekst er nog op staat. Dat komt mooi uit. En anders dan als de tekst vervaagd is, schrijf ik het overnieuw. Nou, we gaan nou even binnen kijken bij de tomaten die mooi gekiemd zijn. Kijk, een stuk of 13. Zijn er al gekiemd. Degenen die gekiemd zijn, die heb ik onder het plastic vandaan gehaald. Hier staat de andere soort. Ik was een stuk of 7 van gekiemd. Dus soms gaat het ook nog weer sneller dan dat je denkt. Ja, zie je. Hier is ook alweer eentje.
Dus dan ruil ik de potjes even om. Dat degene die nog niet, hier ook eentje, nog niet gekiemd zijn, onder de plastic blijven. Zo. Deze ook ga ik maar even kijken dan. Ja, hier ook alweer een. Hier zie ik ook een klein groen puntje komen. Hier zo ruil ik dat gewoon om. En je kunt elke paar dagen wel even kijken, want er zijn er weer nieuwe plantjes. Dus dit kiemt wel, dus dat is hoopvol. Eindelijk is het zonnetje erbij. En nou is het zo warm in de kast dat ik er niet in kan zijn. Dus zitten we maar even lekker buiten te zaaien. Zo, dan ga ik ze binnen in het kastje zetten. Want nu het zo mooi zonnig is, is het ook een mooi moment om de bessenstekjes. Want die kunnen ook natuurlijk gewoon heel goed buiten staan. Alleen voor mij is het hier even wat overzichtelijker. Om te laten afharden. Ze hebben een aantal dagen redelijk weer en zonnetje achter elkaar gegeven. Dus dan gaan ze voor een paar uur naar buiten, lekker in het zonnetje. En dan voordat het weer avond wordt, gaan ze weer terug de kas. En dat doe ik elke dag een paar uur langer naar buiten. En op een gegeven moment kunnen ze gewoon buiten blijven staan. En dan zijn ze weer een stap verder richting de definitieve plek. Dus ik ga ze nog even wat water geven en buiten zetten. Hetzelfde doe ik ook met de stekjes van de smeerwortel en zo. Nou, mooi moment om deze video weer af te sluiten. Bedankt jullie voor het kijken.
Vergeet niet om even een duimpje omhoog en mijn kanaal te delen op andere platforms. Te ondersteunen door lid te worden of op de bedankknop te klikken. Ik ben weer bezig met mijn boek terug naar Eden, naar de printer te sturen. Dus ik verwacht volgende maand of zo nieuwe voorraad boeken van terug naar Eden die dan weer te bestellen zijn. Meld ik ook alweer als het zover is. Ik hoop dat je het weer leuk vond om naar te kijken, dat er weer iets uit te leren was. En dan bedank ik jullie nogmaals en dan zie ik jullie weer een volgende keer op mijn kanaal. Tot ziens!